Serieus? Nou, wat? Wat is er? Oh my god! Ik vind het echt zo spannend. We hebben toch een snack, hè? Dus het shoppen is te ver gegaan. Oh my god! Kijk, het is de kleur van de jas! Precies gekocht. Kom hier! Kom hier! Wat ga je doen? Geen diepe, dikke. Hey ja! Welkom bij een nieuwe vlog. Ik hoop dat het goed met jullie gaat en ja, met mij gaat het goed. Ik heb mijn haar vandaag even anders. Ben je nieuw hier? Welkom op mijn YouTube kanaal. Welkom bij mijn vlog. En ja, ik ben Nathalie. In case you didn't know. Maar goed, vandaag een nieuwe vlog. Guys, a day in my life. Ik ben thuis lekker met... Maya... Zeg hoi! Word je nou verlegen? Zie je papa langslopen? Ja! Nou, dit is Maya. De meeste van jullie kennen haar natuurlijk al. Maar goed, ik ben vandaag met Maya. We gaan vandaag zoveel dingen doen. Als eerst ga ik zo naar de stad. Want ik heb basics nodig, mensen. Ik heb gewoon echt gewoon basics nodig, gewoon... Voor gewoon het weer, oké? Okay? Ik heb helemaal niks. Ik heb nog allemaal zomerdingetjes. Dus ik wil gewoon even kijken of ik gewoon een paar basics kan vinden. Nou, Eva die moet vandaag weer dansen. Dus die gaan we straks samen met Vivi dan van school afhalen. Dus we gaan eerst naar de stad. Oh, trouwens, ik heb dus zulke leuke... Oh my god, zulke leuke pakjes voor Maya gevonden voor de winter. Ik ga dat straks aan jullie laten zien. En ja, en ik ga vandaag proberen om iets nieuws te koken. Dus ik heb voor mezelf voorgenomen dat ik dus... ik heb mezelf voorgenomen... Ik zit even te denken van, praat ik wel goed Nederlands hier? Maar ik heb mezelf dus voorgenomen om dus elke woensdag van de week... Dan heb ik ook wat meer tijd om iets nieuws te proberen. Oké? Okay? Om iets nieuws te proberen, om iets nieuws te koken. Nu wil ik dus vandaag proberen om lasagne te maken. Nou, ik heb al eerder lasagne gemaakt. Alleen, ik heb nog nooit een vegetarische lasagne gemaakt. Dus ik wil heel graag een vegetarische lasagne maken. Zoals jullie weten, hiervoor at ik geen vlees. Toen ik zwanger was, begon ik wel weer met vlees eten. Adam die eet nog steeds geen vlees. En wij eten een paar dagen in de week. Eten wij dus zeg maar gewoon vegetarisch. En ja, dus in ieder geval niet elke dag vlees. Ik eet het nog wel. En ja, ik ben ook nog niet klaar om weer daarmee te stoppen. Maar voor vandaag dus wil ik een vegetarische lasagne maken. Oké, okay, dus ja, ik ga daar dan de ingrediënten van kopen. En voor de rest, de zon schijnt buiten. Volgens mij is het ook gewoon, ja, het is ook deze dagen niet echt heel erg warm. Heel erg koud bedoel ik. Maar ja, toch ook niet zeg maar dat je zonder jas naar buiten wil of zo. Dus ja, ik ga basics... afwas halen voor wanneer het echt veel kouder wordt. Want deze zomerdingetjes kunnen niet meer. En alleen, ik vind het wel lastig. Ik zeg je eerlijk, ik vind het wel lastig, zeg maar, het shoppen nu. Want ja, ik ben natuurlijk gewoon niet op het gewicht waar ik normaal op ben. Dus dan wil je ook niet te veel kopen. Ik ben natuurlijk ook nog aan het ontzwangeren. Dus ja, ondertussen ben ik al wel gewoon een beetje afgevallen. Maar nog niet daar waar ik eerst was. Dus ik wil ook niet overdreven dingen gaan kopen. Zodat ze straks niet meer passen, weet je wel. Dus ja, wij gaan naar de stad. En ik neem jullie of course mee. Want ik sta natuurlijk weer veel te veel te kletsen. Maar goed, ik heb dus mijn haar een paar dagen terug gedaan. Geen braid out, maar gewoon even gedingen. Het is nog een klein beetje nat, want ik heb het een beetje gerefreshed. Maar ja... Ik weet niet, een paar dagen terug zat het veel mooier, vond ik, dan vandaag. Maar ik wilde deze look weer doen, omdat het toen zo mooi zat. Maar ja, het is gewoon niet hetzelfde als een paar dagen terug. Maar goed, anyways, laten we gaan. En ja, let's go. Ik besef net dat ik jullie helemaal vergeet te vertellen... dat we dus vandaag dus ook van plan zijn om Maya's oorbellen te gaan prikken. En I'm not gonna lie, ik zeg jullie echt eerlijk, ik vind dat echt vorige keer bij die andere kinderen. Ik kan er een soort van echt niet bij staan of zo. Maar we zitten te kijken of we het met die andere meiden erbij gaan doen.
Maar ik vind dat gewoon zo zielig. Alhoewel ze eigenlijk niet echt veel huilen, maar of niet eens echt huilen, hadden ze Fifi had alleen een klein beetje zo. Zo'n klein beetje? Of niet? Nope. Had ze veel gehuild? Nee. Ze had helemaal niet gehuild. En Eva had. Eva die had ook niet gehuild. Nee. Tenminste, ik was naar buiten gelopen. Want die vrouw werd helemaal nerveus van mij. Ze had zoiets van, weet je kan beter buiten wachten. Want ik had echt zoiets van, ja echt, ik kan het niet aanzien. Maar vandaag zal ik dat waarschijnlijk ook wel gewoon doen. Ik ben benieuwd. Je gaat weer buiten staan. Ja, ik weet niet of ik het aandurf. Maar goed, we gaan het zien. In ieder geval, we zijn nu al wel onderweg naar de stad. En we hebben niet zoveel tijd, want de meiden moeten natuurlijk van school gehaald worden. Dus we gaan gewoon echt gewoon straight op het doel af, oké? Dus I see you later. Ik ben dus in Haarlem op de mannenafdeling. Dat is waar ik meestal mijn hoodies pak. Maar check hier, ze hebben dus allemaal van die leuke kleuren voor de herfst. Mijn kleuren, die hangen hier. Maar goed, ik heb al wat gepakt. Maar ik ben Adam en Maya even kwijt ofzo. Ik zoek ze, maar ik kan ze niet vinden. Ik ben al heen en weer gelopen, maar ik zie ze niet. Oh kijk, ze hebben ook joggingbroeken. Ervan. Ja, ik draag liever gewoon een zwarte legging. En dan met gewoon lekkere hoodie. Weet je, kids naar school brengen, kids van school halen. Ik werk veel thuis, dus het liefst heb ik dan gewoon iets makkelijks aan. Maar goed, waar is Adam? En waar is Maya? Dus hij is zeker naar de kinderafdeling gegaan. Deze man kan niet alleen voor ons shoppen. Oh, kijk hem hier. Waar was jij? Je was sowieso op de kinderafdeling, of niet? Nee? Oh, je werd een beetje op de afdeling. Oh, dit is een beetje wat netter. Ik ga mij zo echt een beetje changen. I like that. Ik ben benieuwd. Wat dan? Zo'n petje of zo. Dit vind ik wel leuk voor de herfst. Dit zou ik wel dragen hoor. Als hij wat meer zou matchen met mijn jas dan. Denk ik. Ja, dit vind ik echt leuk. Ik vind altijd dat ze zeg maar op de mannenafdeling. Ik doe trouwens ook gewoon voor de kids. Met een leren broek erbij. Wat? Dit met een leren broek. Huh? Adam is echt crazy. In ieder geval. Ik vind het echt fijn om voor mezelf zeg maar gewoon ook op de mannenafdeling dingen te shoppen. Met twee zakken. Ja, hier hou jij wel van. Aan de andere kant op z'n twee. Om dingen te shoppen, maar ook gewoon zeg maar voor de meiden. Doe ik gewoon heel veel op de. Nou, op de jongens. Voor de meiden doe ik ook heel veel op de jongensafdeling shoppen. Je interrupt me steeds. Ik zit naar deze sjaals te kijken. Kijk, dit is ook voor de mannenafdeling. Kijk hoe leuk. Zie je hoe leuk. Ja, zie je? Ze hebben op de mannenafdeling altijd van die leukere dingen. Maar deze sjaal is volgens mij echt lekker, man. Nee. Lekker zacht. Alleen weet je wat het is wat ik heb met sjaals? Ik zit zo vaak in de auto. Nou, dus het wordt al heel gauw te warm. Nou, ja. Je hebt misschien 800 sjaaltjes in de kelder. Oh my god. Ja, ik had ooit een sjalenlijn. Dus ik heb ook nog, daar had ik nog echt veel sjaals wel over. Maar luister. Leuke kleurtjes allemaal. Een beetje mijn kleurtjes. I love it. Nou, ik kom net bij de Zeeman vandaan. De vernieuwde Zeeman. En de Zeeman is echt serieus gewoon. Ze hebben een gekke upgrade of zo gehad, man. Ik zeg je eerlijk. Zulke leuke dingen. En uiteindelijk, kijk hier. Dit was echt niet de bedoeling. Ik kwam naar de stad voor Basics en Eindstand. Hey, de stad is trouwens heel erg druk. Maar Eindstand heb ik zoveel dingen gepakt, mensen. Oh my god, maar we moeten dus nu even serieus. Maar ja, wel gewoon echt bruikbare dingen, niet zomaar dingen. Maar wij moeten nu opschieten, want we moeten de meiden ophalen. En we hebben in ieder geval wel, we zijn wel gewoon geslaagd. Ik moet zeggen, qua Basics voor mij ben ik nog niet echt helemaal goed geslaagd, maar ja,
it is what it is. En ik ben echt trots op mezelf, want nu zo het vloggen door zo'n hele drukke stad. Eerst durfde ik dat niet echt, hè. Maar nu doe ik het gewoon, gelijk. Mensen kijken heel af van, wat heb jij nou, Jan? Maar goed, maakt niet uit. Anyways, Maya is, gaan we gewoon via daar naar binnen? Ik heb wel een beetje honger gekregen, hoor. Kijk hoor, gaan we jullie Maya laten zien. Zo, Maya geniet ook lekker van het weer. Ze heeft lekker geslapen. En ze is nu net wel wakker geworden. Oh. En het is ook weer tijd voor haar om te eten. Hé Maya? Het is tijd om te eten, hè? Ja, nou, op naar de meiden. Zo snel gaat dus eigenlijk een woensdagochtend. Nee, serieus. De meiden zijn opgehaald. Even, zeg eens hoe in de vlog. Wat doe jij nou in is? Oh my god. Vivi zegt zo in de vlog. Mama, hoi. Serieus. Nou, wat? Maya gaat nu met haar te spreken. Nou, we zijn nu in de auto een loempje aan het eten. Wat is er? Wat is er? Oh my god, papa. Ze vielen bijna uit. Maar goed, anyways. Wij zijn nu hier op de plek waar Maya haar oortjes gaat laten prikken. En Vivi die vindt het spannend. Zij is ook bang dat Maya gaat huilen. Maar jij hebt het gedaan. Eva heeft het gedaan. Als jullie het kunnen, dan kan Maya het ook. Dus het komt helemaal goed. Maya is 5 maanden. Ik was 1. Jij was geen 1. Jij was 3 maanden. Jij was, nog jonger dan Maya nu is. Maar goed, anyways. Let's go. We gaan het eventjes fixen. Zo, we gaan de oortjes schieten. Welkom om te kiezen. Ja, ik denk rondjes. Zonder steen denk ik wel. Nee, doe maar met steen. Voor Maya hadden we toen ook, voor hun hadden we toen ook met steen genomen. Ja? Maar ik vind die rode de ronde gewoon mooi, hè? Ja, dat kan ook. Ja. Kost wel 40 euro. Welke, met steen of zonder steen? Nee, oh, alles, alles gewoon de... Ja, dat is prima. Sorry, maar ik vind dit echt zo spannend. Oh my god. Ze heeft al wel de stipjes gemaakt. En nee, nee. Ga je oortjes? Ga jij ook huilen? Ga jij ook huilen, mama? Nee, ik weet het niet meer. Ik was zo klein. Ging ik huilen? Hoezo kan je het niet herinneren? Je kan het niet meer herinneren. Geen twee zijn. Nee. Oké, nou, wij gaan samen. Dus gewoon heel snel. Deze, ja, vast. Voor de voet niet springen. Deze voet zo. Ik zag hem erin gaan. Kijk, en dan ga je naar papa kijken. En dan is het gelijk weer goed. Ja, oké. Dan is het gelijk weer goed. Maya. Hi, grote meid. Ik zweet gewoon helemaal. Het is gelukt dus. Maya die gaf alleen heel snel een kikje. Dat deden die andere kids ook trouwens. Oh, ik probeer hier eruit te komen. Lukt het? Die deur is zwaar, man. Maar willen jullie het zien? Laat me kijken, Maya. Kijk in je oortjes. Maya heeft de oortjes geprikt. Oh my god. This is so nice. Zo leuk. Wat ja, want soms zien mensen haar en dan kijken ze naar haar en dan zeggen ze ja, hij. Dan denken ze ook echt dat het nog een jongetje is. Maar ja, dus ik ben blij dat we dit al hebben gedaan. We hebben het eigenlijk veel later gedaan. Oh my god, vroeger kocht mijn moeder hier altijd dezelfde outfits voor mij en mijn zusje. En dan had zij bijvoorbeeld dan een andere kleur. Dat zij bijvoorbeeld een andere kleur. Oh ja, mooi. Ja, echt mooi man, die auto's. Jongen, jongen. Maar goed, anyways. Het is gebeurd, daar ben ik blij om. En nu gaat Eva naar dansles. Maar ik zit dus echt te denken, want ik wil dus zoveel doen op een dag. Hebben jullie dat niet? Maar ja, als je zoveel plant op een dag en een eindstand. Ja, weet ik dus eigenlijk niet of ik het allemaal ga redden. Want... hebben we allemaal dezelfde 24 uur. Ja, maar... Eva die moet zo al gaan dansen. Dus even om mijn verhaal af te maken. Want ik moest even we moesten even inladen. Ik moet dus een lasagne schaal halen. Nu. En ja, een ronde. Gaan we lasagne eten? Ik ga proberen vandaag om vegetarische lasagne te maken. Maar we moeten ook de tijd in de gaten houden. Want ik wil ook nog
mensen laten zien wat we dus allemaal vandaag overdreven geshopt hebben. Terwijl ik alleen naar de stad ging voor basics. Oké? Okay? Ja, zo is mijn moeder. Ze gaat voor één ding naar de stad. Weet je hoeveel dingen ze koopt. Ja. En Vivi, en soms als Vivi meegaat, dan is het van mama. Maar ja, we hebben ook dingen voor jullie geshopt. Ja, ik ga je tegenhouden. Maar we hebben dus wel heel veel voor jullie geshopt. Dat was niet de bedoeling. Het was de bedoeling dat ik voor mij ging shoppen. En uiteindelijk ben ik gegaan en hebben we ook voor jullie geshopt. Dat was niet de bedoeling. Wat zeg je? Papa heeft niks. En papa heeft al helemaal niks. Ik heb nog wel gewoon een paar basics. Maar er zijn echt zoveel leuke dingen. En van Maya heb ik ook gewoon echt leuke dingetjes gehaald. Maar, Ei. Ja, dank je. Nee, geen wat! Rustig, oh my god. Oortjes van jou. Ik heb er bijna op gegeten. Met je mooie oortjes, hè? Yeah. Ja, echt leuk hoor. Ik kan niet geloven dat we dit gewoon nu alweer gewoon doen. Gewoon echt oortjes en mensen, de tijd vliegt. Zo erg, het is gewoon niet normaal. Maar ja, het is wat het is. En ja, wat wil ik dus eigenlijk nog doen? Ik weet wat dat nog, want we moeten helemaal omrijden. We moeten dus ook nog eten, dus de boodschappen doen. Ik denk dat ik boodschappen ga doen, terwijl we gaan het even goed regelen. Boodschappen doen wanneer Eva aan het dansen is. Dit is dus de chaos van een mamlijf. Want... Oh ja, Eva moet dansen. Hè? Gewoon ja, wanneer Eva aan het dansen is, doe ik alvast de boodschappen. Nou, daarvoor kan het ook. Ja, maar ik moet ook een lasagneschaal hebben. Ja? Oké, en dan... En dan wil ik dus eigenlijk nog voordat het donker wordt... Wil ik jullie dus eigenlijk laten zien wat we gekocht hebben. Want we hebben wel hele leuke dingen gekocht. En het is dan voornamelijk van... Ik heb dan dingetjes bij H&M gekocht. Sorry hoor, ik zit met Adam mee te kijken in het verkeer. Dat doe ik ook altijd. Maar ik heb dus dingetjes bij H&M gekocht. Voor die kids, luister, Zeeman is gewoon... Ze hebben zulke leuke dingen. En die nieuwe Zeeman in de stad is gewoon zulke leuke dingen. Ja, dus dat wil ik jullie gewoon heel graag laten zien. Gewoon voor mamies die zitten te kijken en je wilt dingetjes hebben. We hebben bijvoorbeeld een jas gekocht voor Vivi en Eva. Gewoon voor die ze naar school kunnen dragen, die ze naar de BSO kunnen dragen. En gewoon echt een leuke jas. En voor de rest hebben we dus ook... Wat nog meer? Wow. Ja, gewoon nog een paar dingetjes gekocht. Gewoon echt voor school. Echt nice. Maar goed, anyways. Ik praat weer te veel. We gaan het proberen te laten lukken. Oké? Okay? Nou, Albert Heijn. Eva is aan het dansen. En we zijn dingetjes aan het zoeken voor vegetarische lasagne. Dus ik ben echt benieuwd hoe dit gaat, mensen. Want als het niet lukt, of niet goed gaat... Dan mag ik even praten hier. Als het niet goed gaat, dan, dan moeten we brood met kaas eten of zo. Maar zo slecht kan het niet gaan, toch? Hoe heet het? Wat ik wel eigenlijk... Ik wilde zelf die saus maken. Weet je wel, deze. Maar ja, dat... ik ga gewoon deze gebruiken. En ja, wat heb ik daarvoor nog meer nodig? Ik doe het nu gewoon even uit de losse pols allemaal. Want volgens mij heb ik... hoe zeg je dat? Gezeefde tomaten nodig, toch? Of wat had je nou nodig? Of tomatenblokjes. Nee, volgens mij was het gepelde tomaten. Ja, gepelde tomaten heb je volgens mij nodig. Wat pak jij daar allemaal? Vivi, dat gaan we niet doen. Anyways... Ik heb nu al dit in mijn mandje. Je hebt daar al... Dat gaat allemaal niet door. Je kan het erin doen, maar het gaat allemaal niet door. Dat je dan vast weet. Je hebt daar al een hele doos met chocola. Dit is voor thuis. Nee, ik anyways. Ik heb thuis bijna geen snacks. Dat is toch gezond? We hebben toch een snackla? We hebben een snackla, ja. Maar we hebben geen snackla nodig. We hebben geen snacks elke dag nodig. Ja, I mean, dan is dit voor morgen of over 10 jaar okay. Of zo. Oké, okay, wacht. Laten we eerst eventjes de dingetjes bakken die we nodig hebben. Eten. Dat ga je helemaal niet eten. Oké, okay, waar zijn de... Oké, okay, we moeten gepelde tomaten hebben. Oké, okay, laat me even concentreren hier, want anders lukt het niet. Ik heb ook kaas nodig, toch? Nou guys, we zijn thuis.
Dus ik denk, ik ga jullie alvast gewoon de dingen laten zien. Luister, shoppen is te ver gegaan, oké? We gingen voor echt gewoon een paar basics en het is gewoon uit de hand gelopen. Like most of the time, maar goed. Maya met haar oorbelletjes, I can't gewoon, hè. Het is zo schattig, mensen. Ze lijkt echt op een klein vrouwtje nu. Maar zie je dus die wipstoel? Ik heb dit al een keer gedeeld op mijn TikTok. Oké, doe die deur dicht. Luister, jullie gaan gewoon normaal gedragen, oké? Want ik wil dit gewoon even gewoon snel doen. Oké? Ja, dus ze lijkt gewoon echt een klein vrouwtje. Maar dit is dus die wipstoel die ik dus al had laten zien op mijn TikTok. Ik weet niet of je het op mijn TikTok hebt gezien. Maar die kan je dus in hoogtes verstellen. Dus als ik nu op de grond zit, is die gewoon, gaat die gewoon helemaal naar beneden. Je hebt hier een standaard dat je hem zeg maar gewoon vast kan zetten. Nou, je kan hem wiebelen. En dan kan je hem dus gewoon verschillende hoogtes zetten. Nou, Maya die zit dan op de hoogste stand als ze bijvoorbeeld met ons aan tafel zit. Dan doet ze gewoon eigenlijk dus met alles mee. Als ik op de bank zit, gaat hij wat lager. En een hele fijne wipstoel. Dus mocht je zwanger zijn of heb je een baby en je bent nog op zoek naar een goede wipstoel. Dit is dus echt een hele, hele goeie. En ja, je tilt hem dan. Hallo, ik ben hier aan het praten. In ieder geval, dan kan je ook gewoon hier lekker optillen om haar te verplaatsen. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik zal ook in de beschrijving een linkje zetten. En dan kan je gewoon kijken. Maar hij is in ieder geval echt leuk. En gewoon heel handig. En je kan hem vastzetten. Dit kan je wassen. Oké, genoeg. Anyways, zo blij met mijn wipstoelen. Luister, als ik ergens blij mee ben, ik deel dat gewoon echt gewoon zo graag met andere mensen. Weet je? Dus ja, je mag mij altijd een link vragen of whatever. Ik vind dat gewoon echt, echt nice. Maar goed, anyways, onze eerste stop. Ik ga dit proberen in peace te doen. Kom maar, vinger, kom maar. Yeah, boy. Want kids, I swear gewoon, hè. Ik zweer het. Oké, dus komen jullie erbij zitten of niet? Want ik heb ook dingen voor jullie. Maar dat kunnen we misschien straks doen. Ik wil dit. Oké, maar ik wil dit denk ik eventjes gewoon. Eva, ik wil dit denk ik gewoon even. Even gewoon alleen doen. En dan roep ik jullie zo, ja? Oké, eerste stop was dus H&M. Want ik wilde daar dus basics halen. En ik haal dus altijd zeg maar mijn hoodies dan. Op de mannenafdeling, die zijn dan al wat anders. Die vallen anders, maar dan koop ik ook altijd een maat groter. Omdat het dan gewoon, dan kan ik het oversized dragen. Ik hou daarvan. Ik hou van in leven in hoodies. Wanneer het herfst is. Maar goed, ik klet heel veel. Laat maar kijken. Ik heb dus echt mijn favorite colors gehaald. Dit is de eerste color. Wat ik heb gehaald. Eerste hoodie. Ja. Oké. Okay. Van wie is die? Van mij. Ik heb dan ook nog. Ik zet alles op een stapel. Ja, is goed. Vivi is mijn assistente. Die gaat alles opvouwen. Ik heb ook een bruine kleur gehaald. En ja, even gewoon anders dan. Tenminste, ze hadden zwart niet in de maat L. Eva, ik probeer hier even een video op te nemen. Ik ben een masseer. Oké, okay, masseer jij mij ondertussen, ja. Dus ze hadden zwart niet in mijn maat. Dacht ik, nou, waarom niet bruin? En dit is natuurlijk gewoon allemaal om aan te doen met mijn nieuwe jas. Of course. Dus ik hou wel echt van deze kleuren. En ik heb dus eigenlijk een soort van. Ik weet echt niet wat voor kleur het is. Ik weet, het lijkt op grijs. Maar het is een soort van een. Ja. Mix tussen grijs en bruin of zo. Ik weet niet wat het is. Maar ja, jullie zien waarschijnlijk grijs. Maar het is dus. Volgens mij net geen grijs. Maar dus deze kleur. En alles heb ik gewoon. Deze hoodies trouwens. Bij H&M op de manafdeling. Zijn €19,99. En ik vind ze gewoon echt heel erg fijn. Maar goed. Ook een maatje L. Toen dacht ik. Laat me ook even iets nemen. Wat ik dus boven mijn leggings kan aandoen. Aangezien ik 9 van de 10 keer leggings aan heb. Zeg maar sportleggings. Heb ik dus ook gewoon een zwarte gehaald. Maar dan geen hoodie. Maar gewoon een zwarte sweater. En deze is €14,99. I love it. Ook gewoon zo lekker zacht. Dus ik ben in ieder geval voorbereid voor. Je weet toch, nu is het zeg maar 15, 16 graden. En je denkt, oh ja, nou het is nog helemaal niet zo koud. En dan bam, ineens slaat die om. Ben ik al voorbereid. Oké. Okay? Dat was dus H&M. Mannenafdeling.
En toen gingen we dus van de mannenafdeling ineens naar de kinderafdeling, want we gingen daar afrekenen. Maar toen uiteindelijk, dan ben je op de kinderafdeling en dan ga je dus kijken naar kinderdingen, wat niet de bedoeling is. Maar goed, anyways, ik heb dus voor Fifi... Oh, ik wil dit eigenlijk nog niet laten zien, want ik wil dit straks aan Fifi laten zien. Maar dit is zo leuk, jongens. En ik weet, ze gaat dit echt leuk vinden. Ze gaat dit leuk vinden. Kijk hoe leuk hij ook. Oké. Anyways, zet dat even weg. Ik ga jullie eerst laten zien wat ik bij Zara heb gekocht. Want Adam heeft het allemaal eindstand gemixt bij één tas. In één tas. Maar ik heb dus dit. Het is een set. Daarmee wil ik gelijk de broek laten zien. En het is eigenlijk een hele leuke kleur. Het is een soort van ja, groen of zo. Groenig. Lichtgroenig. Ik weet niet of jullie de kleur goed kunnen zien. Maar dit is dus zo een ja, pant met, ja, gewoon white. Hoe zeg je dat? Flared. En dan heb je hier flared, white, whatever. Maar hier heb je dus dan een streep. Dat maakt het ook wel weer netter. En ook gewoon echt rekbaar. Want tegenwoordig wil ik alleen maar rek. Ja, maar dit heb ik dus ook gewoon in een maatje L gekocht. Van The Girl. Kijk, zie je dit? Zo? Ja? Daar hoort dus die trui bij. Heerlijke stof trouwens. En toen heb ik dit gekocht. Dit heb ik eigenlijk gekocht. Dit, ik wilde dus heel veel van zulke truitjes halen. Maar uiteindelijk heb ik er maar één gekocht. En dat is dus eigenlijk gewoon een rekbaar truitje. Met dan gewoon lange mouwen. En die gewoon lekker zit. En alles. Maar dit is dus eindstand het enige wat ik heb gehaald. Dus... Eerlijk gezegd, voor wat de basics betreft, zeg maar, wat ik nu zou kunnen aandoen, dus met dit weer, ben ik niet geslaagd. Want ik heb allemaal andere dingen gehaald. Maar goed, anyways, dat hoort er denk ik bij. Adam, die was toen ook nog naar een sportwinkel gegaan. Oh, dat is ook iets voor de kiddo's. Dus dat wil ik samen. Want ik vind het leuk, zeg maar, om dan gewoon met hun te filmen wat we hebben gekocht voor hun. En dan ben ik gewoon benieuwd wat ze ervan vinden. Hè, Cookie? Hé, Cookie? Oké, dames. Wacht. Oh, Fifi is nog bezig met vouwen. En als ik je zeg, Fifi kan echt wel vouwen, hè. Ze is wel echt gewoon een goede assistentje. Je bent een goede assistentje. Ik heb niet gezegd dat ik niet kan vouwen. Wat zeg je? Kom hier. Ben jij aan het vouwen? Ik kan vouwen. Maar ben je aan het vouwen? Ben je aan het helpen? Nee. Oké, dan niet zeuren. Maar ik kan ook vouwen. Oké, kom. Ik ga even zitten. Als eerste wat ik aan de mensen wil laten zien is een jas die ik voor jullie heb gekocht. En, ik had jullie al gezegd, Zeeman pakt mij echt gewoon. Ik zeg je eerlijk. Ze hebben daar echt gewoon leuke dingen. Maar gewoon ook voor de BSO en voor school en voor Maya. Gewoon heel leuk, leuk, leuk. Yeah! Mama heeft voor jou... Oh, ik ga dan straks even die andere pakjes pakken. Voor Maya, die ik voor Maya al had gehaald bij Zeeman. Waar ik zo enthousiast over was. Weet je, in het begin van de video. Die zijn zo leuk. En ja, ik heb hem ook weer in een andere kleur gehaald. Maar goed, anyways, Fifi, laat dat maar. Dan kunnen we beginnen. Want ik moet ook nog koken zo, hè. Dus ik ben echt benieuwd. Ik heb dus van die twee schalen. Eva, kan je even deze twee schalen hier op tafel? Ik heb dus twee schalen gehaald voor mijn lasagne. Ja. Maar dan ga ik ze gewoon allebei vullen. Ja, wij hebben dus zeg maar zo'n combi-oven. En daar moet hij in rond kunnen draaien. Dus ik had zeg maar een ovenschaal nodig die daarin past. Zodat ik kan ronddraaien. Snap je? Want ik wil het dus in mijn... Oh my god. Kind. Nee, deze zou ik vast... Oké, nou dit... Als één voor één. Oké, het is hetzelfde. Nou, het is dus in ieder geval een zo'n vierkante. Maar hij is ook nog best wel hoog. Van de Action, €3,99. Ik dacht, what? Oké, maar goed. Hier ga ik dus straks mijn lasagne maken. Ik heb voor de zekerheid twee gekocht. Want wellicht dat ik twee schalen maak. Laat ik deze zien. Laat ik deze. Ja, het is hetzelfde. Nee. Oké, okay, kijk uit. Ja. Ga dichtbij. Ja, oké. Okay. Mooi toch? Ja, heel mooi. Over glas. Ja, oké. Okay. Kijk uit. Kijk uit. Oh my... Kijk ook. Ah! Even serieus. Ik zal je schouwen. Nee, maar goed vasthouden, want we hebben het straks nodig. Dank je, lasagne. Oké. Okay. Even serieus. Oké, okay. Maar goed. Anyways.
Ja? Oké, okay, Vivi, kom. Want we gaan niet wachten totdat je helemaal klaar bent met vouwen. Leg maar daar. Doen we het straks. Oké. Okay. Eva. Kijk. Mama en papa hebben dus iets leuks voor jou en Vivi. Dit is de kleur van de jas. Vinden jullie de kleur mooi? Ik vind de kleur echt mooi. Ik vond het ook echt een hele mooie kleur. Ze hebben hem dus ook in het... Ik vind de kleur echt zo lelijk. What? Ik was een minion. Oké, anyways. Ik ga hem laten zien, ja, Vivi? Deze is dus van Eva. Dit is dus eigenlijk gewoon zo'n lange jas. Which I like. Ze hebben hem dus ook in het gebroken wit, zeg maar. Echt zo mooi. Maar ik dacht nee, want Eva hoeft hem één dagje aan te trekken en hij komt gewoon zwart terug. Dit is echt gewoon puur voor school en voor de BSO, zeg maar. Gewoon een lange jas met de capuchon en alles. Deze is dus van Eva. En we hebben hem ook een beetje oversized gekocht. En deze is dus €28. Ik dacht eigenlijk dat hij wel goedkoper was. Maar goed, ik zie het net. €27,99. Maar Eva, kom eens. Wil je hem aandoen? Deze is voor jou. Trek hem eens aan en vertel me gewoon heel eerlijk wat je ervan vindt en hoe die aanvoelt, oké? Okay? Ja, en voor Vivi dan ook eentje. Oh, na! Kom hier! Kom hier! Je wil gelijk rennen naar de spiegel achter. Kom even hier staan. Kom eens hier staan. Oh, beter dat we hem overzijden. Je moet even naar achter, want zo kunnen mensen hem niet zo gek uit. Geen grapjes hiermee, want Maya ligt hier. Je kan zo op haar vallen. Oké, okay. Anyways, zoek het uit. Vivi, wil jij hem even aandoen? Hij is zo leuk. Hij staat er even echt zo leuk, maar... Hier! Je zou toch hier staan, zodat mensen kunnen kijken? Waar ga jij? Aan deze kant. Beter dat we hem overzijds hebben gehaald. Oké, laat maar. Ga maar. Ga maar naar de spiegel. Vivi. Wil jij hem aandoen? Kijk hoe leuk! Ik vind hem echt leuk. En voor jou hebben we hem ook oversized gekocht. Even serieus. Deze Eva is echt niet normaal. Hier, kijk eens. Ik moest gewoon schreeuwen. Moest je schreeuwen? Vond je hem zo mooi of... Vond je hem zo mooi of zo? Ik doe wel even zo, dan kan Vivi hem aandoen. Rustig. I love you. Ben je er blij mee? I love you. Oké, okay. Je bent er blij mee. Oké, laat Vivi even laten zien. Wacht even hoor. Papa heeft die uitgekozen. Hij is zo leuk. Kijk hier. Wacht even. We gaan natuurlijk gewoon de hele look laten zien, want hallo. This is zo leuk. This is zo leuk. Ja, doe hem dit. Oh my god. Wacht even hoor. Vind je hebt knoopjes aan de zijkant. Een warme jas. Nee, beneden. Is het een warme jas? Ja, ik ga dicht doen. Doe hem eens. We hebben hem oversized gekocht. Maar hij is echt leuk. Draai eens om. I love the color. En wat leuk is, is dus je kan dit doen. Dit kan je ook nog doen. Ja, nee, dit vind ik helemaal leuk. Ja, en gewoon het feit ook, ja, die kleur, maar dat die ook oversized is. I love it. En mijn armen kunnen erin, dus dat is echt als warm de koud in. Ja, heel nice. Dat is omdat we oversized. Maar heel leuk dit. Oké, okay, nou, dus bij de zeeman perfecte jas voor school. En ja, voor de rest heb ik koop altijd hemdjes en weet ik veel allemaal daar. Jongens, maar deze, ja, die heb ik ook gekocht. Deze hebben ze dus nu tegenwoordig in het zwart. Mijn kinderen vinden deze heel erg fijn. Ik ook persoonlijk. Ze zijn heel elastisch. Maar die heb ik gewoon een beetje in alle kleurtjes gekocht. Voor de kids. En toen zag ik dit, oké? Okay? Dit vind ik ook echt heel erg leuk. Ook een beetje mijn kleurtjes. Maar check dit. Dit is dus een kooltrui die super, echt een heerlijke stof, lekker rekbaar is. Dus die heb ik voor Vivi en voor Eva gekocht. Vind ik altijd fijn voor in een cargo of cargo broek of weet je, gewoon
lekker. Dan weet ik gewoon, ze gaan zeg maar gewoon echt lekker warm naar school. En gewoon. Maar ze hadden zulke leuke pakjes. Oh my god, ik kan niet wachten om het jullie allemaal te laten zien, jongen. Ik word bijna gek hier zo. Oké. Oh, en ik heb dus van die kousjes die je gewoon zo... Van die sokjes die je gewoon zo thuis aan kan doen. Ik vind het heel fijn om op blote voeten te lopen. Jongens, mijn moeder is altijd trekken. Yeah, boy. Oké, anyways, dankjewel. Dit zijn dus van die sokjes waarmee je dus kan lopen. Ik hou van blote voeten, maar dat is niet goed, zeggen ze. Maar, dus ik heb dat niet gedingen. Maar, dus ik heb deze dingetjes gekocht. Anyways, hoor je mij enthousiast? Maar ik ga helemaal... Maar dit heb ik dus gekocht voor Eva. Eva. Gewoon ook een truitje. Oké, ja. Oké. Ik heb een dikke knuffel. Ik ga nog harder doen. Oké, nee, genoeg. Niet doen. Ik zit hier, ik heb last van mijn rug, hè. Niet doen. Oké, die heb ik dus ook in het zwart. Eva, niet doen. Even klaar nu. Even serieus. Die heb ik dus ook in het zwart. Ook met lange mouwen. Heerlijk voor school. En toen had ik dus van die setjes. Nou, dit is dus echt van die flared pants. Ook gewoon lekker een dik stofje. Voor Fifi. Fifi is nog druk bezig met vouwen. Maar check dit. Het is ook een soort van klein kooltruitje. Ook gewoon lekker warm. Kijk hier, Fifi. Kijk die broek. Jij gaat dit sowieso gewoon echt heel leuk vinden. Zie je? Yep. Dat is die broek. En dit is dan een heel leuk setje. Zeeman mensen. Ik zweer het. Oké, dus heb ik voor Eva dus ook zo'n setje gevonden. Kijk hoe leuk. Ook gewoon echt een dik stofje. Ja. Maar kijk dat truitje. Die pakken mij gewoon echt serieus gewoon. Kijk hier. Rustig. Ik ga jou naar je kamer sturen. Hè? Want ik vind dit gewoon te druk. Wie heeft jou pijn gedaan? Je hebt jezelf pijn gedaan. Oh my god. Check dit. Hoe leuk is dit? Kijk het kolletje. Het loopt gewoon gelijk zo. Nou, ik vind dit echt heel leuk. Dik stofje. Rekbaar ook. Dus heel erg fijn. Deze is voor Eva trouwens. En die heb ik dus ook in een ander kleurtje. Dat is eigenlijk een soort van, ja, ik weet niet of het blauw-grijzig is, maar... Nee, het licht hoeft niet aan hoor. Nice. Nou, Vivi heeft alles gevouwen daar. Oké, thank you Vivi. I appreciate it very much. Kijk, en dan ook nog een die broek ervan. Zo'n ander kleurtje. En ik heb voor Vivi dus ook nog een vest gekocht. Vivi, zit je wel te kijken wat ik allemaal hier zo aan het laten zien ben? Leuk vestje! We gaan zo terug naar H&M. Want ik wil je dat pakje laten zien. Die Vivi, die ik voor Vivi heb gekocht. Gewoon een sportpakje. Zo leuk. Maar goed, anyways, een vestje. Ook gewoon voor school. Altijd handig. Boven een t-shirt of whatever. Vooral met dit weer. Dat we niet weten of het nou benauwd is of whatever. Even kappen. Even serieus. Ik heb hier geen zin in. Maar, oké, we gaan naar mevrouw Eva. Eva, Maya. Oh my god. Ik hou die namen door elkaar. Eva. Adam. Ja. Adam. Oké. Oh, dan ineens ga je gewoon wel rustig zitten. Huh. Anyways, check dit. Een soort van giletje, maar gewoon ook zo lekker dikke stof. En daar hoort dan een broekje bij. Het giletje heb ik wat groter gekocht. Want dan kan ze het ook met andere leggings aan. Maar kijk hoe leuk. Dit is een soort van lichtpaars. I love it. Setje voor Maya. Heb ik ook nog dit truitje voor Maya gehaald. Is ook van Zeeman. Ja, echt. I love it, man. Ook nog gewoon zo'n jurkje voor haar. Lekker met een majootje. Dat is voor jou, Maya. Vind je het leuk? Mevrouw is hier helemaal comfortabel. Ze heeft de sokjes uitgedaan. En ze zit... Heb je nou je sokje in je mond? Oh my god. Dit kind, jongen. Anyway, ze zit hier helemaal comfortabel. Maya is ons echt al helemaal gewoon gewend. Maar goed.
Ook nog een truitje heb ik ook oversized gekocht. Want dat vind ik leuk. Boven gewoon een legging. Weet je, voor Maya. Gewoon lekker. Ik hou van oversized dragen. En dan heb ik ook nog gewoon van die majootjes voor Maya. Want dan kan ze gewoon lekker jurkjes en zo dragen. En nu wil ik jullie dus het pakje laten zien. Die ik dus ook in andere kleuren heb. Maar ik ga eerst even die andere kleuren even erbij pakken. Mensen, ik zit weer. En ik heb die andere pakjes erbij gehaald. Maar check dit voor Maya. Oh my god, dit is zo leuk. Ik heb dus dit pakje gehaald. Dit is dus een soort van dikke stof. En zo lekker zacht. Maar dit is dus gewoon zo'n heel soort van... Ja, wat is dit? Dit is een soort van, ja, catsuit of zo. Of, ik ben echt slecht in dit soort namen. Maar een jumpsuit of... Ja, een jumpsuit is dit, hè. En dan heeft hij onderin zo van die knoopjes. Waar je hem dan gewoon open kan doen. Allemaal. En hier van die drukknoopjes. Maar zo'n lekkere stof. En ik zie gewoon al Maya hierin gewoon naar de opvang gaan. Of gewoon naar buiten. Ik heb gewoon de hele look voor me. Maar check dit. Je hebt hem dus ook in deze kleur. My favorite colors. Ja. En vandaag ben ik dus ook voor de andere kleur gegaan. Een soort van, ja, wat is dit? Een beetje paarsachtig. Zo mooi, mensen. Maar deze heb ik dus wel maat 86 gekocht. Want ik heb zoiets van... Deze heb ik ook al iets groter gekocht. Maat 74. Aangezien ze nu al bijna 6 maanden is. Ze heeft nu maat 68. Kan ze hem eerst een beetje oversized dragen. En daarna, als deze dan een beetje te klein zijn... Dan kan ze, heeft ze in ieder geval nog deze. Als ze andere kleuren hadden, had ik waarschijnlijk alle kleuren gewoon gekocht. Maar ik heb dus gelijk eventjes de schoentjes erbij gepakt. Want stel je voor, ze heeft dus dit aan. Ik zei al, ik heb de look al helemaal voor me. Met deze schoentjes. Dat is toch gewoon helemaal schattig. Nee, maar even serieus. Deze schoenen zijn dus van Fifi geweest. Daarna van Eva. En nu zijn ze dus van Maya. Maar ja, ze lopen niet op deze schoenen. Dus ze blijft gewoon goed. Eva, oh my god. Dit ben jij. Dit van mij. Eva, dit van mij. Ja, nice, nice. Ja, je krijgt zo Maya's dingen. Oké, even loslaten. Laat haar even met rust zo. Maar is toch leuk dit? Ze lopen niet op die schoenen. Dus ja, hartstikke leuk dit erbij. Maar deze pakjes, mensen, heerlijk voor de winter. Dus ga ze gewoon even halen bij Zeeman. Want je baby gaat echt blij zijn. Even serieus. Dus dat zijn de pakjes. Oké, Fifi. Nu heb ik een verrassing voor jou. Pim, 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 pim. Het pakje die ik... Luister, dus Fifi is gewoon echt zo groot aan het worden. En ja, ze heeft ook gewoon een beetje de eigen stijl wat ze aan het ontwikkelen is. En ze houdt echt een beetje van... Lipgloss! Van die sport... Lipgloss is geen stijl. Maar goed, anyways. Ik heb het over kleren hier. Anyways, zij... Ik draag dus heel veel leggings van Move. Dat heeft mijn zusje me een keer aangeraden. En toen ben ik gegaan naar H&M. En ja, ik was gewoon echt verkocht. Het zijn hele fijne leggings. Maar ze hebben dus ook een kindercollectie. Dat heb ik al eerder in een vlog laten weten. Maar check deze kleur. Jij kan gaan matchen met Maya. En je moet zeggen of je het leuk vindt of niet. Oké? Hallo. Ik heb tegen jou. Gaan we kijken? Nou, je hebt dus een legging. Een sportlegging. Hetzelfde kleur als het pakje van Maya. Een sportlegging. Tja, tja, tja. Kijk de voorkant. Ja, ik vind het echt heel leuk. En daar zit dan een jasje bij. Maar die heb ik ook in het zwart. Deze heb je ook in het zwart. Een jasje bij. En kijk wat die heeft. Waar je je duim doorheen kan zetten. Dat vind jij toch zo fantastisch? Maar Fifi is net als Adam dus. Want als je met iets komt, dan... Zij en Adam, hun reageren anders dan Eva en ik, zeg maar. Wij springen echt gaten in de lucht. Maar hun zijn wel blij, maar ze uiten het op een andere manier. Oké? Okay? Maar Fifi, dus laat me je vragen. Vind je dit leuk? Ben je blij? Ja. Vind je het mooi? Ja, oké. Okay? Nou. Alsjeblieft. Mag je deze ook vouwen? Eva, papa heeft dus voor jou bij de sportwinkel, want hij ging voor zichzelf shoppen.
Tenminste, papa heeft trouwens wel wat gekocht. Want papa heeft een trainerspak gekocht. Hij zei toch dat hij helemaal niks had. Maar hij heeft een trainerspak gekocht trouwens. Maar goed, anyways. Ik ga lekker smikken. Wil je zien wat papa voor jou heeft gekocht? Ja, ik weet al. Ik ga lekker lopen smikken in de tas. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Lopen smikkeren in de tas. Ga je lopen smikkeren in de tas? Ik ken dat woord niet. Van waar heb je dat woord? Van jou. Smikkeren? Ja. Wat betekent smikkeren? Dat je helemaal zo in de tas gaat diepen. Wat is diepen? Dat je tot de bodem kijken. Dat je gaat dieken in de tas bedoel je? Ja. Geen diepen, dieken. Ik ga helemaal dieken. In de tas. Dus je hebt het al gezien. Oké, anyways. Een Under Armour setje heeft hij voor Eva gekocht, zodat ze ook een sportsetje heeft. Ja, die ga ik de andere keer aan naar BSO. Die is echt leuk om... Leuk, hè? En daar hoort dan dus ook zo'n legging bij. Baby, baby. Dus ik hoop wel dat het gewoon past. Heeft een logo zo aan de zijkant. Ja, heel leuk hoor, dit eigenlijk. Ja, hier hou ik wel van. Ja, nou, dit was het. Even serieus. Kijk hoe netjes Vivi alles heeft gevouwen. I love that. Anyways, ik ga maar gewoon beginnen met koken. Want sorry voor weer een chaotische shoplog, oké? Maar mensen, ik ben wel tevreden met wat ik voor de kids heb gescoord. Vooral voor de BSO en voor school. En ja, alleen ja, ik moet gewoon nog wel weer gewoon weer terug voor basics voor mezelf. En ik ga aankomend weekend ga ik dus ook naar een... Naar een concert optreden van iemand. En ja, dus ik moet ook nog even kijken wat ik dan ga aandoen. Hoe ik mijn haar ga doen. Het is zo al lang geleden allemaal. Maar goed, anyways. Ik ga maar even beginnen aan mijn lasagne waar ik al heel de tijd over praat. En ja, lasagne is zo simpel om te maken. Maar alleen ik ben een soort van... Hoe zeg je dat? Zenuwachtig om het feit... Niet zenuwachtig, maar... Ik heb er zo'n dingetje van gemaakt, zeg maar... Om het feit dat het dus vegetarisch is. En dit om het feit... Dat het dus, zeg maar, gewoon in de combi-magnetron gaat, zeg maar. Tenminste, niet in de combi ja, in de oven gewoon. Maar dit gewoon. Is allemaal voor mij. Maar het is dus een combi. Dus, en het moet kunnen ronddraaien en whatever. Ik vind het helemaal spannend soort van. Maar goed, ik ga toch wel... Het is toch wel iets nieuws wat ik uitprobeer. Want het is lasagne vegetarisch en het is de eerste keer, zeg maar. Kijk, is het allemaal voor mij, nee, dat is niet van mij. Hè. Dat zijn ook jullie sokken. Ik heb ook een paar sokjes gekocht, inderdaad. Die had ik niet laten voor zien. Voor mij? Is gewoon voor jou, voor Eva. En deze? Ja, deze is volgens mij voor Eva. Deze is voor jou. Dit is de grotere maat. Oké, mensen. Ik ben zo weer bij jullie terug. Wanneer de lasagne gewoon een beetje ja, ready is, oké? Okay? Mensen, de lasagne is klaar. Dus we gaan zo eten. En ja, het is eigenlijk gewoon goed gegaan. Dus ik ben eigenlijk echt benieuwd... hoe het smaakt. En daarna ga ik ja, gewoon een beetje experimenteren. Ja, Maya zit er nu ook bij. En we hebben, kijk, wat ik zei over die wipsoe, hebben we nu omhoog gedaan. En dus ze zit ook zo aan tafel met ons. Dus ze kan meedoen. Ik vind het nog steeds zo schattig, die oorbelletjes. Maar goed, let's eat, jongens. Oké, nou mensen, we zijn aan het eten. Fifi heeft al gegeten. Wat vind jij ervan? Wacht nog aan. Papa? Lekker? Jij, Fifi? Pak even die dressing dan. Oh ja, dat moet ook nog erbij. Slaapdressing. Wacht even. Lekker? Fifi? Nee? Yeah, boy. Te veel groenten. Ze hebben niet eens genoeg gegeten. Oh my god. Ja, maar wel. En jij, Eva? Wat is dat? Wat? Oké. Okay. Ja, er zit heel veel groenten in, jongens. Want het is een vegetarische lasagne. Maar goed. Ik ga nu zelf even proeven. Nou, ik heb mijn bordje gemaakt. En let's taste this. Oké. Okay. Laten we het... Anchoa. Testen. Anchoa.
Ik heb ook echt voor het eerst deze lasagnebladen gebruikt. Lekker hoor. Sorry, maar dit is echt lekker hoor. Alleen vind die sla lekker. Mmm. Alleen die sla vind ik. Oké, nog een hapje. Het heeft wel echt veel groenten. Ja. Je eet gewoon groenten. Je eet wortels, je eet alles. Mmm. Dat is lekker hoor. Bakjes verkopen. Het is heel veel groenten. Maar ik hou van groenten, dus voor mij maakt het niet uit. Maar ja, voor de kids begrijp ik. Ja, het is heel veel groenten, dus je weet hoe dat gaat. Het is geen hamburger. Ik ben misselijk van die visburger daar. Echte. Mm. Maar ik weet, ik eet wel salade. Nou, mensen, ik heb zo lekker gegeten. Sorry dat ik het zeg, maar ik heb echt lekker gegeten. Ik heb zo niet lekker gegeten. De kids vinden het helemaal niks, which is fijn. Hè, Eva? Ik zit alleen maar te smullen van mijn kaas. Oh. Vind je kaas lekker? De kaas erop vind je lekker. Oké, nou prima. En Vivi heeft eigenlijk de hele salade gegeten en gewoon een beetje de lasagne bladen. Maar voor de rest, en Adam's bord is daar. Adam heeft ook wel gewoon goed gegeten. Een beetje groente laten staan. Nou, ik ga gelijk bij deze de vlog afsluiten. Nee! En ik moet zeggen, het was een geslaagde dag. Weet je waarom? En ik moest de groeten van papa doen. Oh ja, oké. Papa is. Want hij zit op de wc. Hij is naar de wc, ja. Anyways, ik ga de vlog afsluiten. Luister, het was een geslaagde dag. Veel gepland op een dag. Wat betreft het koken, naar de stad, kids halen, dansen en alles. Maar ja, als je een man bent, je weet zelf dat de mam lijkt. Maar goed, Maya zit echt zo te luisteren van wat gebeurt er allemaal. En, maar wat wij dus gaan doen, want volgende week is het dus herfstvakantie. En wij hebben echt leuke dingen gepland voor de herfstvakantie. Dus als je nog niet hebt geabonneerd op ons kanaal, abonneer op ons kanaal. Klik op het belletje, want dan mis je geen video gezondheid, schat. God bless you. Klik op het belletje, want als ik dan een video post, dan mis je geen video. Dan krijg je een melding. En voor de rest, ja, volg me op TikTok. Volg me op Snapchat. En ja, ik zie jullie snel in de volgende video. Op social media. Oké, okay, Eva, wil jij nog doen? Volg haar op social media. Oké, is goed. Zeg maar dag tegen iedereen. Eva is aan het smullen van haar kaas. Anyways, ik wens jullie een hele fijne dag, avond, ochtend, whatever, week. Wat je ook aan het doen bent. En ja man, ik zie jullie in de volgende vlog. Doei! 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 Mama! Oké, doei! Ik heb hier handen. Oh ja, we zien het. Oké, ciao.